Ik denk niet dat ik zwanger ben, maar ik heb toch een test gedaan. Dat is hoe het gaat. Ik ga nu kijken. Nee. En ik twijfel er zelfs aan of ik een eisprong heb gehad deze maand, want mijn cyclus is weer helemaal raar. Ik voel me vandaag zo getver en een beetje misselijk en niks staat me aan qua eten. Dat ik toch dacht van, laat ik maar even een testje doen. En het antwoord is nee. Nee. Maar ik wil het wel heel graag. Ik had het wel heel leuk gevonden. Als er nu wel een lijntje was. Ik weet niet waarom ik mezelf dit aandoe, want ik ben... Nou... Ik heb letterlijk geen idee waar ik ben in mijn cyclus. Want het is weer helemaal overhoop door die kut PCOS. Maar ik heb een test gedaan. Oké. Negatiever kan het niet worden. Denk je soms dat je iets ziet, maar nee. Je gaat het je gewoon verbeelden omdat je het zo graag wil. Ik ben heel veel aan het janken de afgelopen weken en het is waarschijnlijk gewoon de vermoeidheid. Maar stiekem iets binnen in mijn hoop dat ik zwanger ben. Dus ik dacht, ik doe een test en als het niet zo is, dan ben ik extra verdrietig. En als het wel zo is, ben ik misschien wat minder verdrietig. Maar ik denk dat het gewoon komt door de verschrikkelijke nachten die wij hebben op het moment met Zeki. En ik ben sowieso 0,0% zwanger. Nope. Het antwoord is, Teske, je bent gewoon labiel door het gebrek aan slaap. Kan ook. En na een aantal maanden van teleurstelling bij het testen, testte ik in mei positief. We kwamen die avond terug van onze vakantie in Turkije. Ik had geen zwangerschapstest mee op vakantie. We hebben Zeki op bed gelegd en ik was zo ongeduldig. Ik wilde gewoon per direct een test doen, want ik wist dat ik al een week over tijd was. Dus dat deed ik en ik was heel blij. Maar die blijdschap was helaas van korte duur, want deze zwangerschap eindigde in een vroege miskraam. En dat wilde ik toch in de video houden, omdat het iets is wat zoveel mensen meemaken en waar toch nog best wel heel weinig over gesproken wordt. Dus hierbij de beelden die ik toen heb gemaakt. Oh my god. Het is zo'n licht streepje, maar het is een streepje. Oh my god. Jongens. Ik geloof het bijna niet. Thuiskomen na een vakantie is zo lekker. Zo je eigen bank. Ja. Je eigen douche, je eigen wc. Ja. Je eigen. Eigen zwangerschapstest. Oh my god, ik kan het gewoon niet geloven. Hoe lang weet je dit? Net. Oh, nu net? Ja. Want ik had geen zwangerschapstest meer op vakantie. Het is de ochtend nadat ik erachter ben gekomen dat ik zwanger ben. En vanmorgen merkte ik heel licht bruin bloedverlies op toen ik naar de wc ging. En nu ben ik een beetje zenuwachtig, omdat ik eigenlijk een beetje bang ben dat een vroege miskraam is. We gaan het zien. Er is nu nog niet echt heel veel aan de hand, maar... We gaan het zien. Het is inmiddels middag en ik ben echt gaan bloeden. Gewoon zoals het zou zijn als je ongesteld wordt. Dus ik denk niet dat dat goed is. Ik had diep van binnen gewoon een voorgevoel. Wat is dat toch? Ik wou dat ik niet meteen had getest. Dan had ik gewoon gedacht dat ik ongesteld was geworden, maar ik was al over tijd, dus... Nou, het is een paar dagen verder. We kwamen
erachter dat ik zwanger was op woensdag en het is nu maandag. Op donderdag ben ik dus gaan bloeden. Eigenlijk was het eerst een beetje en had ik nog een heel klein beetje hoop. Maar daarna begon het echt op een normale ongesteldheid te lijken. En zelfs ook nog wel een stuk erger in hoeveelheid en de hoeveelheid kramp die ik had. Dus ik kwam al heel snel tot de conclusie van oké, we moeten het uit ons hoofd zetten. Het is gewoon misgegaan deze keer en het is niet gelukt. Of ja, het was heel eventjes gelukt en daarna niet meer. Ik merk dat ik nu zo een paar dagen later er best oké mee ben. Ik was die eerste dagen heel erg verdrietig. Je weet dat het vroeg is, maar ik was wel al zeker toch al bijna een week over tijd. Dus het was ook weer niet alsof ik testte voordat ik ongesteld moest worden. Dus in weektermen ben je dan al ongeveer 5 weken zwanger. Je weet dat het mis kan gaan, maar zo'n positieve test is toch, ja, dan zie je toch weer eventjes je toekomst anders voor je. En ik ben gewoon heel blij, want het is gelukt na een aantal maanden. En ik heb zo vaak gedacht, domme trut, waarom kon je niet gewoon wachten tot de ochtend erna? Want dan had ik waarschijnlijk niet getest, aangezien ik toen ben gaan bloeden. En dan had ik dus nooit geweten dat ik zwanger was. Maar ja, ik kon niet wachten, dus ik heb in de avond al de test gedaan. Ja, ik ben wel blij dat we maar een dag hebben geweten. Oh, ik moet, als ik denk aan alle vrouwen die al weken weten dat ze zwanger zijn, of zelfs nog langer, als je later in de zwangerschap je kindje verliest, dat is zo ontzettend verdrietig. Ja, wat dat betreft was dit natuurlijk nog zo pril, maar hoe dan ook verdrietig. Ik ben nu oké en ik hoop gewoon dat ons nog een kans gegund is. Eentje waarbij het wel goed gaat. Let's hope. Iets meer dan een maand later was het voor mij weer het moment om een zwangerschapstest erbij te pakken. Mijn ring houdt mijn temperatuur bij, dus ik heb kunnen bijhouden of en wanneer ik een eisprong had gehad. En ik dacht te kunnen zien dat ik had geovuleerd, dus er was een kans. Dus de dag nadat ik ongesteld had moeten worden, deed ik een test. Oké, de tijd is gekomen dat ik weer een zwangerschapstest ga doen. Ik ben echt heel zenuwachtig dit keer. En ik merk ook dat ik dan denk van, als die nu positief is, dat ik dan bang ben om te blij te zijn, omdat ik denk van, misschien gaat het wel weer mis. Maar misschien is die wel helemaal niet positief. Oké, ik ga kijken. Hij is positief. Oh mijn god. Ik had al een beetje een voorgevoel, want ik heb wel wat symptomen waarvan ik denk van, dit zou een zwangerschap kunnen zijn. Ik ben heel blij, maar ik merk dat ik een soort van zelfbescherming heb nu. Ja, dit zijn wel erg duidelijk 2 streepjes. Die tweede is nog een beetje licht, maar het zijn er wel 2. Oh jongens, laat het goed gaan, alsjeblieft. Maar ik ben dus wel gelijk weer zwanger geworden. Na de miskraam van vorige maand. Oh, wauw. Ik moet dit echt even verwerken. Mert is er ook niet. Die komt morgen thuis. Ja. Ik moet hem hiermee gaan verrassen weer natuurlijk. Het is een beetje gek omdat ik hem vorige maand al had verrast met een positieve zwangerschapstest. Het wordt wel anders op die manier. Maar ik ben wel weer zwanger. Ik ben zenuwachtig, want ik heb weer een beetje rugpijn en een beetje buikpijn. En dan hoop ik gewoon niet dat dat een voorteken is dat het weer misgaat. Maar aan de andere kant kan het ook juist een teken zijn van vroege zwangerschap. Die rugpijn en die buikpijn, dat komt bij zowel je menstruatie als bij je zwangerschap voor. Oké, ik ga dit even laten bezinken. Zoals ik al zei, er is een beetje zelfbescherming in mij die denkt van, wees nou niet te blij. Maar hopelijk gaat het deze keer gewoon allemaal goed. Oh, ik hoop het zo. 2 streepjes. Ze staan er echt. Mert is net thuisgekomen van zijn opnames. Hij had nachtopnames gehad en toen heeft hij een vroege ochtendtrein genomen. Dus ik heb hem net opgehaald van het station, maar hij heeft dus niet geslapen vannacht. Dus hij kwam thuis en hij is meteen gaan slapen. Dus ik heb het nog niet kunnen vertellen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet vertellen. Maar als hij straks wakker wordt, dan ga ik het gewoon op een of andere manier
vertellen aan hem en proberen te filmen. Wil je een stukje in mijn vlog, dat je weer thuis bent? Ja. Mert is thuis. Hallo! Ik had nog iets gevonden trouwens, ik wist niet of het van jou was. Wat? Wat is dat? Oh my god! Mama! Wow, yo! Ik wist het, ik weet het sinds gisteren, dus niet heel lang. Sinds gisteren? Maar jij wilde zo eerst naar bed vanmorgen, dus ik dacht, oké, ik ga het niet doen dat hij zo moe is. Ja, zeker, wat is dat? Wat is dat? Hij heeft geen uitkomst gehad. En je moet hem ook maar niet in mijn mond doen. Wow, maar voelde je iets? Of gewoon zomaar even? Nee, ja, ik zou nu ongesteld moeten zijn. En dat ben ik niet. Wow. Ja, jongens. Wij worden een gezinnetje van 4. Ik moet zeggen dat het nog best een hele vreemde gedachte is in mijn hoofd. We wilden het super, super graag. Maar nu het eenmaal zover is, vind ik het best bizar dat er gewoon nog een kindje bij komt. Maar hartstikke leuk natuurlijk. Als ik dit film, dan zit ik in mijn 13e week. En mijn eerste trimester is best wel heftig geweest. Ik vond het een stuk zwaarder dan vorige keer bij Zeki. En dat vond ik al best wel een pittige. Maar ik ben blijven vloggen ondertussen. Dus het is niet heel gezellig. Want ik voel me vooral heel rot de hele tijd. Maar hier zijn de beelden van mijn eerste trimester. Vorige keer begon mijn misselijkheid volgens mij bij 6 weken. Ik ben nu 5 weken en 3 dagen. Ik denk dat het begonnen is. Het was zo erg de vorige keer. Echt elke dag overgegeven. Ik probeer maar gewoon de hele tijd te denken van, oké, het gaat voorbij. En het is vanwege iets leuks. Namelijk dat er een baby in mijn buik zit en groeit. Ik ben moe. Op het punt dat ik denk van die keuken, ik doe het morgenochtend wel. Maar ik heb mezelf gedwongen om het nu te doen. Want ik weet dat als ik morgenochtend wakker word, naar beneden loop en een keuken binnenloop waar nog etensresten te vinden zijn, dat ik dan over mijn nek ga. Ik heb het weer. Ik had dit vorige zwangerschap ook. Blijkbaar is dit een ding bij mij. Dat die eerste trimester misselijkheid heel erg getriggerd wordt door etensresten. Ik heb een zware dag vandaag. Het hielp ook niet mee dat ik naar Amsterdam moest voor een event. Wat trouwens wel hartstikke gezellig was, maar het was geen goede dag qua hoe ik me voelde. Erg misselijk en heel anxious. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven met een Nederlands woord. Maar mijn hartslag was de hele dag hartstikke hoog. Kijk, nu is die ook weer 106 in rust. En daardoor ben ik heel trillerig en ik voel me gestrest. Terwijl er niet echt iets is om gestrest om te voelen. Ik voelde mijn vorige zwangerschap ook niet top in het eerste trimester. Maar dat was ten eerste in de coronaperiode. Dus toen had ik letterlijk niks te doen. En ten tweede had ik nog geen kind. En dat zijn wel 2 grote verschillen. Ik heb het best een beetje zwaar. Ik ben altijd best voorzichtig met dat te zeggen, maar ja, nee. Ik heb het wel een beetje zwaar, eerlijk gezegd. Ik heb hele specifieke dingen die ik weer wil eten, zoals deze luchtige crackers. Ik kan echt geen groente zien. Rauwkost en zo gaat nog wel, maar gekookte of gebakken groente. Ik wil het allerliefste gewoon de hele dag in bed liggen. Ik vind vandaag een beetje moeilijk. Ik denk sowieso, ik heb maandag een echo en dat vind ik heel spannend. Daarnaast ben ik nog steeds heel moe en ben ik nog steeds elke dag aan het overgeven. Maar ik moet ook veel mijn vader denken de afgelopen 2 dagen. En het besef dat als alles goed is met dit kindje en zeker gewoon echt een broertje of zusje krijgt, maar dat mijn vader dat kindje nooit gaat meemaken, vind ik echt heel erg moeilijk. En hij heeft zeker 4 maanden meegemaakt, dus dat is natuurlijk ook niet veel, maar op een of andere manier troost het me wel heel erg dat hij hem nog eventjes heeft gezien. Dat er wat foto's zijn van hem en Zeki, maar hij is overleden toen Zeki 4 maanden was. Dus dit kindje gaat hij gewoon niet meemaken. En dat wist ik natuurlijk. Maar dat besef komt een beetje hard binnen nu. Het is vandaag 17 juli. Ik stap op dit moment in mijn bed om een dutje te doen. Zo moe. Maar over een uurtje hebben we iets heel spannends, namelijk de eerste echo. Ik vind het echt heel spannend. Toch wat meer
met je neus op de feiten gedrukt dat het niet altijd goed gaat. Ik vind het spannend en ik ben heel benieuwd. En ik heb er ook wel zin in, want als alles goed is, dan is het ook gewoon weer heel bijzonder om dat weer voor het eerst te zien. Het zijn van die dingen waar je gewoon geen controle over hebt. Dus we gaan het zien. Hij zit er echt. Met een mooi kloppend hartje. Het lijkt me wel weer eens tijd voor een update. Want de afgelopen weken zijn best intens geweest. Ik zit op dit moment in mijn 10e week. Dus ik ben 9 weken en 2 dagen zwanger. En de afgelopen 3 weken heb ik elke dag meerdere keren overgegeven. Dat overgeven, dat kost gewoon zoveel energie voor je lichaam om dat elke keer te doen. Ik merkte het aan mijn tanden dat ze gevoelig aan het worden waren. Waarschijnlijk door het maagzuur. En ik heb ook een tijdje, hoe heette dat nou ook alweer? Ik heb een paar dagen zo'n gevoel gehad van een brok in mijn keel. En ik dacht dus dat er daadwerkelijk iets vast zat. Maar toen zat ik het dus te googlen en toen kwam ik er dus achter. Ja, ze noemen dat het globusgevoel. En dat kan dus ook komen door maagzuur. En dat is in principe irritatie van de slokdarm door maagzuur. Gewoon heel erg veel op de bank gelegen. En elke keer als Seki naar bed ging voor een dutje, dan ging ik ook een dutje doen. Maar dat zorgde er dus ook voor dat ik bijna niet heb kunnen werken. Maar wat dat betreft is de timing best wel relaxed. Omdat het in de zomervakantie is en dan er vaak toch niet zo heel veel werk te doen is. Maar ik heb wel vaak nagedacht over van wow, wat is het eigenlijk bizar dat je aan het einde van je zwangerschap verlof krijgt, maar dat niet kan inzetten in het eerste trimester, wat toch wel het trimester is waar volgens mij de meeste mensen het meeste last van hebben. In ieder geval heb ik dat nu weer wel heel erg ervaren en het was zelfs nog wel een stuk erger dan bij Zeki. Ik hoop niet trouwens dat ik in deze vlog overkom alsof ik aan het zeuren ben of dat ik ondankbaar ben. En het is gewoon hartstikke moeilijk en energiezuigend als je letterlijk de hele dag misselijk bent en op het randje zit van overgeven. Want dan is elk geurtje en elk aanzicht van eten en elke beweging is al te veel. Maar ik wil absoluut niet overkomen alsof ik ondankbaar ben, want ik wilde dit natuurlijk hartstikke graag. Het is gewoon pittig. En dat kan ook naast elkaar bestaan, die dankbaarheid en het pittig vinden. Het is vandaag 7 augustus en we hebben weer een echo. Vandaag hebben we de termijn echo, dus die gaat bepalen wat echt de uitgerekende datum wordt. Eet nog even een broodje. Het gaat ook echt wel wat beter met mijn misselijkheid en zo. Ik ben nu dus 10 weken. Ik ben nog steeds wel veel misselijk verdeeld over de dag, maar ik heb al een paar dagen niet overgegeven en er zit verbetering in. Ik voel het. Ik kan wat meer eten. Nog steeds niet echt veel warm eten en groenten en zo, maar nou, er zit een verbetering in. We hebben de echo gehad. Alles zag er voor nu goed uit. We hebben de uitgerekende datum. Dat wordt ergens begin maart. Ik heb gelijk even de niptest laten doen, dus ik ben ook weer 9 buisjes bloed lichter. En dan hebben we nog ergens in de komende weken de 13 weken echo. En dan hebben we besloten dat als we de uitslag hebben van die niptest en van een 13 weken echo, dat we het dan een mooi moment vinden om het wereldkundig te maken. Dus dan zullen we het gaan vertellen online aan jullie. Dan komt deze video online. Oei, oei, oei. Ik ben morgen 12 weken en ik dacht dat ik hier nu al vanaf zou zijn, maar ik heb nog steeds bijna dagelijks kokhalzen of nou, zoals net dat ik de keuken aan het opruimen ben en er zijn wat etensresten en dat ik gewoon foodie moet overgeven. Wow, is echt geen grap dit. Oeh. En nu zijn we hier. Ik ben dus 12 weken zwanger. Op het moment dat ik dit film en als jullie dit zien ben ik al bijna 14 weken zwanger. Als jullie dit zien dan betekent het ook dat de 13 weken echo die we nog eventjes wilden afwachten, dat die helemaal goed was. Ik ben zo blij en ik kan niet wachten om alles weer met jullie te gaan delen. Inmiddels voel ik me wat beter. Ik heb bijvoorbeeld gisteren nog wel overgegeven, maar het gaat... Ja, het is allemaal wat minder heftig. Dus ik ben nog wel misselijk hier en daar. En soms opeens een piek. Maar de vermoeidheid gaat wat beter. De misselijkheid gaat wat beter. Dus het is een beetje aan het afnemen. Dat werd ook wel tijd. Ik zat er echt op te wachten. Vond het erg moeilijk om het te verbergen de afgelopen weken. Dus eindelijk mag ik het nu van de daken schreeuwen. Er zit een baby in mijn buik. Een klein broertje of zusje voor Zeki. Deze kamer is nu nog mijn kantoor. Maar... deze moet leeg, want dit wordt waarschijnlijk Zeki's kamer. En dan wordt Zeki's kamer de babykamer van het volgende kindje. Dus er moet en gaat nog een heleboel gebeuren de komende maanden. En voor je het weet is het maart en ben ik uitgerekend. Het gaat veel sneller de tweede keer, dat kan ik je zeker vertellen. Maar ik ga voor nu stoppen met kletsen, want deze video is al zo lang. Thanks voor het kijken, voor de liefde. En ik zie jullie bij de volgende. Bye!